Het Constitutioneel Hof heeft gisteren een officieel besluit genomen over de toetsing van het verzoekschrift ingediend door meester Shanti Gopal Rai in zaken het bestuurbesluit aan de grondwet en het Amerikaans Verdrag voor Rechten van de Mens, AVRM. Het gaat over beoordeling ex artikel 144 lid 2b van de grondwet van de Republiek Suriname samenhangend met artikel 13 lid 1 wet Constitutioneel Hof. Meester Gopal Rai gaf in haar verzoekschrift aan dat zij in haar belang is geschaad doordat haar inrit tot openbaar toegankelijke weg werd benoemd en vervolgens een naambord werd geplaatst luidende Lachminia Gopal Raiweg. Voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Steerling, las op basis van het horende rechtelijk onderzoek het genomen besluit voor. Gelet op artikel 17 lid 2, junto artikel 15 van de wet Constitutioneel Hof, waarin is bepaald dat deze beslissing binnen een redelijke termijn met redenen omkleed naar verzoekster wordt verzonden. 1. Dat verzoekster ontvankelijk is in haar verzoek met betrekking tot het beoordelen van de resolutie, de dato 29 april 2009, aan de artikelen 8 lid 1, 16 lid 1 en 17 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Dat verzoekster niet ontvankelijk is in haar verzoek met betrekking tot het beoordelen van de resolutie, de dato 29 april 2009, aan artikel 34 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname en artikel 7 lid 1 en 11 lid 2 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens. En 3. Dat het Hof wel bevoegd is om artikel 8 lid 1, 16 lid 1 en 17 lid 1 van de grondwet te beoordelen, maar verder verwijst naar de overwegingen van punt 6 en stelt dat zij het verzoek niet verder in behandeling kan nemen. Dat het Hof onbevoegd is om de resolutie de dato 29 april 2009 te beoordelen aan artikel 34 lid 1 van de grondwet, lid 1 van de grondwet van de Republiek Suriname en artikel 7 lid 1 en 11 lid 2 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nu het besluit finaal is, zal er vanuit het Hof een officieel afschrift worden gestuurd naar de Nationale Assemblee, ministeries en alle collega's die belast zijn.